Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuw videootje van Familie Le Cap. Jullie blijven. Die zit daar op de bank. Derwan is op school. Vandaag gaan we weer een hele leuke challenge doen. Vandaag gaan we een challenge doen. Degene die als laatste stopt bij babyvoeding eten is de winnaar. Deze challenge gaat tussen Sarah en mij. Dus dat betekent dat wij vandaag alleen gaan leven op babyvoedsel. Of in elk geval zo lang mogelijk totdat de ander het opgeeft. Spelregels. Dat we, tenminste wel voeding tot met 1 jaar. Ja, toch? En ja? Alles wat jij en ik eten moet precies hetzelfde zijn. Dat we hetzelfde gaan eten. Oké, helemaal duidelijk. Nou moeten wij gaan beginnen met ons eerste hapje. Alleen is het even een dingetje. Wij kunnen nog even geen boodschappen doen, want onze Mia, hij wordt een beetje wakker. Is nog een beetje aan het slapen. Dus als hij straks wakker wordt, gaan we boodschappen doen. Dat betekent dat wij een babyhapje moeten maken met iets wat we in huis hebben. Kan je zeggen, ik heb iets wat ons eerste maaltijd gaat worden. Ik ga het erbij pakken. Schatje, kijk eens aan. Het eerste, baby biscuit vanaf 6 tot 12 maanden. Hier ga ik een lekker hapje mee maken, want dit is nog best wel een beetje lastig. Wie heeft hiervan gegeten? Oké, jongens, ik moet iets bekennen. Iedereen denkt natuurlijk, oh, de kinderen eten dit. Nee, dit heb ik voor mezelf gekocht. Het is echt bizar. Ik maak hier wel eens babyhapjes van voor mezelf. Ik ga je laten zien hoe ik hem maak. Nee. Hey, yeah. Heb je er ook eentje? Yeah. Nou, mevrouwtje Le Cap, wat ga je maken? Oké, ik heb dus de babykoekjes hier ingelegd in een bakje. Wat je doet is thee maken. En dan de gewone thee, dus niet met een smaakje. Earl Grey. En dan, wacht even, dit gaat niet goed. Gaan we het even bij je doen. Oh, dit is zo lekker, jongens. Ik vind dit echt. Dit eet ik dus gewoon zo nu en dan maak ik dit voor mezelf een babypapje. En dan gaan we het gewoon verkruimelen. Dat het echt een babypapje wordt. Want kindjes hebben natuurlijk vaak niet echt tandjes, hè. Oké, ik heb hier twee papjes. Ze zijn ook nog gewoon lekker warm. Ik heb er echt super veel zin in. Wat is je eerste indruk? Lijkt net op kots. Serieus, ziet het. Het ruikt wel oprecht zullen lekker. Zullen we tegelijk een hapje gaan nemen? Oké, okay, het ruikt echt lekker. Ja. Er zit ook natuurlijk allemaal suiker in die koekjes. En ja? Oh, oh, dat is zo lekker. 1, 2. Oh, dat is zo lekker. En ik wou dat jullie dit konden proberen. De koekje zelf is echt lekker, maar maar ik ga het opeten, want ik wil niet verliezen vandaag. Oké, okay, dan spreek me af. Doe om en om maaltijdje uitkiezen. Dus deze heb ik uitgekozen. Volgende gerechtje mag jij uitkiezen. Jullie hebben ook heel graag een hapje proeven. Ik ben heel erg benieuwd. Wat vindt een kind ervan? Ja? Lekker? Lekker? Even op. Nee, jij gaat ook eten. Ik maak er nog eentje. Mag die, ik wil die. Geef eens, alsjeblieft. Esra, alsjeblieft. Oké, vooruit. Dankjewel. Mag papa die eten? Vooruit. Even serieus, ik ben gelijk gestraft. Ik zei het tegen Esra. Ik zei tegen Esra, ik wil alleen koekje eten, niet dat papje. En serieus, ik eet dat koekje, er zit allemaal tussen mijn tanden. Ik pak tandenstoken en een heel stukje tandenstoken is afgebroken. Dat is mijn tanden, dat krijg ik gewoon niet uit. Laat zien dat je tanden ziek om is. Er zit hier, wacht, hij vangt hem niet, hij focust niet, maar er zit dus gewoon een stukje hout tussen de tanden van die tandenstoker. Je voelt het helemaal druk, joh. Oh. Daarom, je moest gewoon meedoen met deze challenge, hè. Je moet ook voor de papjes gaan. 1 hour later. Hij heeft hem! Wacht, hij focust. Ja, lekker, lekker toch in beeld. Hartje, ja. Nu je toch klaar bent. Hij heeft een poepje gedaan. Jij bent vandaag. Kom maar, lieve. Oh, zomaar. Ik ben hem al 2 dagen aan het verschonen. Ah. Eerlijk? Nee, babypoepjes. Het stinkt nog niet. Het is zo'n aparte geur. Oké, we zijn aangekomen in de supermarkt. Het scheelt, hoeven maar bij 1 afdeling te zijn. Namelijk de babyvoedselafdeling. En nou zijn we hier. Ik zie hier allemaal potjes. Ik moet zeggen, wij hebben dus nooit potjes gegeven aan de kinderen. Dus wij weten dus helemaal niet wat een beetje oké is. Het is echt op de gok. Zullen we gewoon een beetje van elke maand iets pakken? 6 maanden, 8 maanden. En volgens mij wordt het steeds ranziger. Want je krijgt stukjes erin. Er is courgette, appel, waar? Appel, afrikaan. Oh, je hebt ook van die oh ja, we gaan gewoon groente even kijken. Groente lasagne. Vegetarisch. Groente lasagne. Maar kijk, schatje, ik zeg jou 1 ding, hè. Ja. Hoe ouder ze worden. Dus hè, kijk, hier is het goed gepureerd. Je krijgt steeds meer stukjes erbij. Dus hier. Ik vind de challenge nu al niet leuk. Serieus. Maar ik zie hieronder ook gewoon weer lekkere dingen. Kijk. Chipjes. Ik ga de hele dag dit eten. Oh nee, we moeten continu hetzelfde eten. Dat is ja, oh kijk, wat is dit dan? Nou, we gaan even wat lekkere dingen uitkiezen. Je hebt ook gewoon van die reepjes en zo. We gaan wat dingen 12 maanden. Dus, ja? We gaan inderdaad even wat uitkiezen. Er is,
ja, redelijke keuze. We kunnen gevarieerd eten in elk geval. Zeker, heel gevarieerd. Zeker, ja. Oké, okay, wij zijn weer thuis. Zo raar. Ik kan jou goed knuffelen. Wat hè? Wat heb je? Hik gedaan. Heb jij de hik? Wacht, komt hij of niet? Kan die. Ja. Ik kan wat zeggen, ik hou je vast en ik kan je gewoon knuffelen. Normaal gesproken heb je echt zo'n grote buikmuskel. Het is zo zitten. Oh, dit is trouwens de eerste keer dat ik onze merch shirtje aan heb. Zonder zwangere buik. Want alle merch shirtjes, wat hebben we sinds februari als merchandise, past ik aan met mijn zwangere buik. En nu heb ik niet meer. Ja, tenminste, ik heb niet meer gekozen. Staat je wel goed hoor. Het staat leuk, hè? Top, ik ga er ook eentje halen. Ja. Maar buiten dit allemaal, ik heb weer trek. Ja, we hebben dus boodschappen gedaan. Zullen we even laten zien wat we hebben gehaald? Ja. Laat u even laten zien. Want dit hebben wij allemaal gehaald. Zoals jullie zien, een paar potjes. Deze is van 4 maanden, 12 maanden, 8 maanden, 8 maanden. Dus gewoon wat verschillende variatie. Stukjes, steeds weer stukjes erin. Ja, nog wat dingen. We hebben echt hier nog nooit wat van gegeten. Ja, potjes hebben we wel eens gedaan, volgens mij voor een challenge video. Maar goed, niet deze smaken. Ja, jij mag kiezen, schat. Wat gaat het worden? Ik heb wel zin in een dadel en appel. Oké, wat hebben we hier? Dadel, appelreep, ja? Zullen we allebei één vlees nemen? Oké. Oké, wat wij dus precies hebben. Ik denk een soort smoothie of zo, want het is of zo'n fruit ding, ik weet niet. Ik heb heb bessen, appel, banaan en vanille. Ik heb aardbei, appel. Oké, dat is... En wat heb jij? Oh, laat hem gewoon proeven. Dat is de dadel, appelreep. Proef eens. Is... Zullen we eens proeven? Ik laat hem eens proeven, kijken of hij lekker vindt. Dadel, appel. Is die lekker? Oké, okay, nou. Okay. Nou, proost eens erop. Kadoappel. Mm. Oh, deze is lekker. Proef eens. Deze, je hebt wel bij de vies gegeten. Deze is wel lekker, ja. Hij is lekker hoor. Maar ben je benieuwd naar deze? Deze is wel echt lekker. Gaat wel goed vullen, denk ik. Het is oké, okay. Oké. Okay. Oké, okay, dan gaan we het nou schatje. Nou, hij is wel klein. Er is wel veel suiker allemaal, maar ja. Hmm. Ik heb echt zo'n mini. Dat is wel lekker. Dat is het verschil. Zelf durft gewoon gelijk een volle hap te nemen. Ik neem echt zo'n mini hapje. Wil je voor mij ook een hapje? Nee. Neem mama een hapje. Neem maar een hele grote hap. Papa. Nee. Ja, ik heb het wel trek, maar ik vind het wel, dit is oké, okay, dit is wel te doen. Het gaat vandaag nog wel goed. Ik vind het nog niet heel erg. Jij? Het geeft wel veel energie. Zit gewoon suiker in. Nou, het is te doen inderdaad. Ik denk dat het straks heftiger gaat worden. Ik zeg goede keuze. Deze ronde komen we lekker door. Cheers! Die is van de grond. Nee, en uitgetuft. Nee, die hoef ik niet. Ja, eten. Papa, nee, dat was die van jou. Papa? Van de grond. Debran is weer thuis. We zijn weer compleet. We zijn met z'n vijven. En als Debran van school komt, heeft hij soms wel zin in wat lekkers. Dus ik heb voor jullie pistachootjes. Waar kwam die? Ik weet niet. Oh, dat op zijn hoofd. Ga lekker snackje pakken. Ik heb hier wel echt trek. Papa en mij. We hebben het omgedraaid. Zij mogen het lekker en wij gaan voor babyvoedsel. Ik dacht, dit is denk ik dan wel een moment voor ons om ook even te snacken. Dus ik ga deze erbij pakken. Dus deze hebben de kids wel eens gegeven. Volgens mij een soort van mais, gepofte maischip, ja. En ik ga dit erbij doen. Alsjeblieft, meneer, voor jou. Het is heel raar, want dit is een soort van yoghurtje. Maar je kan hem gewoon ongekoeld bewaren. Dat vind ik echt heel erg raar. Maar goed. Oh, jij gaat al. Hij ruikt super lekker. Een danootje. Hij ruikt inderdaad naar danootjes. Dit is aardbei smaak. Oké, ik ga eerst een hapje nemen. 3, 2. Oh. Beetje flauw dan ook zo. Niet heel veel smaak. Nee, hij is niet verkeerd. Oké, okay. Kijk deze. Het chipje. Gaan we nu ook even nemen? Oh, jullie gaan het ook al. 1, 2. Smelt gewoon in je mond, kijk. Hij smelt echt. Het is echt gewoon lucht. Dit ken ik nog. Dat heb ik vroeger wel eens voor jullie gehaald. Oh, weet je wat ook misschien lekker is? Oh nee. Dippen. Maar deze ronde vind ik niet zo erg. Deze is wel te doen. Dit proeft echt. Dit is echt de kopen. Moet je proeven. Nee, dat hoeft niet. Oh, hij gaat ook voor die. Huh? Nee. Lekker. Nou, wij gaan eventjes lekker een tussendoortje. Dit ja, ik prima. Is goed echt vol top. Te houden. Serieus? Zeker. Tot nu toe. Heel goed hoor. We hebben even voorbereidingen aan het treffen voor het avondeten. Voor de kinderen maak ik gewoon een lekkere maaltijd. Sarah gaat zo bepalen wat ons avondeten is. Maar even serieus. Kijk, verschil moet er wezen, zeggen ze dan. Hè? Dat zou Sarah dan nu zeggen. Ila is gewoon letterlijk de hele woonkamerkeuken aan het stofzuigen. Ook echt begonnen op deze manier. Het duurt gewoon 10 keer zo lang. En wat ben jij aan het doen? Tafel En jij, wat ben jij aan het doen?
Wat ga jij doen? Serieus, zo kan je niet zijn, man. Hey, maar hey! Babyvoeding is een baby gedragen. Babyvoeding, baby gedragen, zegt hij, ja. Het is maar dat jullie zo'n goede moeder hebben die jullie manieren leert, normen en waarden. Esra doet echt alsof ik niks heb geleerd. Maar Esra, ken je dit? En dan... Oh! Het valt gewoon! Oh, op de telefoon. Leo! Zoals die van jou. Hé, wat is het? Don't touch my fiets! Don't touch it. Nee. Hey. Wat, nog één keer? Nog één keer? Wat? Mensen zijn af... Wacht. Ja, je moet niet kijken, dat lukt niet. Wacht. Ik doe gewoon zo en dan... Ik ben echt benieuwd. Wie kan dit nog weer? Ik kan het niet. Oké, dat moet je nageven, maar ja. Weet je wat ik allemaal kan met deze vinger? Huh? Je moet weten. Een vinger zeg, het lijkt wel op een vinger. Oké, okay, na het huishouden voor degene die ons op Insta volgen. We hebben al wat stories geplaatst. Jongens, oh wacht, sorry, ik sta in zijn space. Ze zijn volop bezig met dansmoves de laatste tijd. En dit liedje, het is een oud liedje, maar ze willen hem steeds op. Welke is het, Eli? Locomotief, hè? Is een andere trein, hè? Komt-ie. Disco. Oké, okay, laat je moes zien. Tjoe, 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 tjoe. Echt heel lang. Hij gaat... Hey, dit is net als een trainer. Oh, wacht, hij is nog bezig. Wacht even, jongens. Ik moet wel echt even zeggen. Hij is zo netjes echt orde bezig hier. Hij heeft alle glazen gevuld. Die servetjes zo neergezet. Goud bestek, wat is lievelingskleur tegenwoordig goud? En daar, ja, wat gebeurt? Gaat goed! Ga gewoon verder hoor, jongens. Er is nog iemand bij hoor, ja, ja. Maar jij gaat de contact als je stond deze. Toch? Ja. Hé, hey, kijk hem dan, kijk Eli. Maar ik zeg net tegen Sarah. Maar, hoe heeft hij dat geleerd? Maar, van wie? Waar? Dan is jij zo als ik er niet ben? Hè? Ben jij dus... Mama! Nee, maar. Mama! Hier, wat is dit? Heeft hij niet van mij geleerd, hoor? Mama, jij bij mij. Oké, okay, ja. Oké. Okay. Wat doen jullie? Acrobatiek? Wat is het, jongens? Oké, okay, Seram. Ja? Wat gaat het worden? Alsjeblieft. Hoe ziet het eruit, Emma? Lekker. Goed zo. Ik moet je zeggen, deze maaltijd is echt de enige maaltijd waar ik zo niet naar heb uitgekeken. Ik ook. Heel eerlijk zijn. Eén ervan is te doen. Ja? De rest is gewoon. Ja, wat is het trouwens? Gevangenis voor. Oké, eentje is een appelpersik mango. Appelpersik mango, ja. Alleen, dit kan niet. Dit doet me zo aan iets anders denken. Wortelkip aardappel en pompoenkip rijst. Oké. Allereerste, Esra, is gerecht pompoenkip rijst. Welke is dat? Dat gele, niet oranje, maar dat gelige. Dit vind ik echt het meest ranzige eruit zien. En ik vind ja? dat we allebei één hapje moeten nemen. Oké. Okay. Ik ben nu al het kokhals. Nee, maar dit ruikt niet eens naar voedsel. Het ruikt zo chemisch. Wat lach jij? Jongens, wat dan? Esra. Okay. Ben jij er klaar voor? 3, 2, 1. Ik durf het niet! Nee, ik durf het niet! Oké. Okay. Wat is dit, Sam? Oké, we hebben... Ik krijg dit echt niet door mijn keelcel. Oké, wacht. Je hebt ook een fruit. Zullen we die proberen? Nee, wortelkip aardappel. Okay. Proef alsjeblieft. We moeten nu wel echt winnen. Eén van ons. Oké. Okay. Ja, maar dat is een klein hapje. Groot. Oké, 3, 2, 1. Doe je mond. Jij. Doe je mond. Oké. Nee. Oké, probeer het. Ga jij het doen of niet? Ik krijg het niet. Nu ligt het aan jou. Ga je winnen of niet? We moeten eentje doorslikken om te winnen. Ik voel gewoon tot aan mijn keel komen. Ik doe het voor jullie, jongens. Ik zeg... Nee.
Nee. Nee, kan ik gewoon niet. Dit gaat gewoon betekenen dat er gewoon geen winnaar is. Ik heb gewoon een krap ook. Ik ook, maar ik kan het niet maken. Weet je, jammer, ik ga het doen. Oké, doe. Ik kan het gewoon niet. Oké, jongens, wat een afgang. Gewoon allebei niet gewonnen. Serieus, het was niet te doen. Het smaakt niet naar eten, het ruikt niet naar eten, het proeft niet naar eten. Het heeft niet meer met eten te maken. Het was... Ik wil Edie zeggen, alle papa's en mama's die het kopen voor hun kinderen, vind ik jij... Neem de eerste hap en dan pas je kinderen. Ja, toch? Die fruithapjes zijn volgens mij wel gewoon te doen. Maar zo'n avondmaaltijd, het kan echt niet. Ik vond het allemaal gewoon goed te doen. Het was allemaal wel gewoon zoet. Tot aan het avondeten. Ik had al gevoeld, dit gaat niet lukken. Ik probeerde het. Maar weet je, het zat ook echt in mijn hoofd van... Nee, dat lukt helemaal niet meer. Het was gewoon echt ranzig. Ja, het was sowieso. En niet alleen in mijn hoofd, maar gewoon ook tijdens proef, want we deden het wel proeven. Ik was wel blij. Weet je waar ik blij mee ben? Dat het gelijk spel is. Dat jij niet gewonnen hebt. Dat vind ik gewoon perfect. Dat betekent dat er wel binnenkort een rematch moet komen, misschien. Even kijken. Dat lukt wel een beetje gelijk op, inderdaad. Goed, weet je, we gaan lekker eindigen bij deze. Geen babyvoedsel voor ons meer. Verse hapjes voor Mia's. Ik deed het al, maar gewoon verse hapjes voor de kids. Ik wil je bedanken voor het kijken. Hoop vond je het leuk. Zet even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren als je nieuw bent en geen video wilt missen. En dan zien jullie weer in de volgende video. Doei!